One, two, three, We zijn aangekomen op onze vierde bestemming, als ik het goed heb. En dat is in Syracuse. Hier gaan we 3 dagen blijven. We zitten aan de zee in ons hotel. En we gaan nu de stad verkennen. Oké, we zijn vandaag de 3e dag in Syracuse. Gisteren hebben we een rondleiding gedaan met de gids. Dat was tot interessant. We hebben de stad echt zo'n beetje leren kennen. Daarna zijn we aan de zee op een strandje geweest en hebben we nog wat gesnorkeld. En vandaag gaan we naar een stadje in de buurt. Dat is in Noto. Dat is een 3 kwartiertjes rijden of zo. En dat is blijkbaar een heel mooie plek. En dat is daar gekend om zijn barokkunst. Dus we gaan kijken en de beelden zullen volgen. Oké, we zijn aangekomen bij ons laatste hotel. We zijn in het stadje Giara naast Catania, wat echt bij de stad is dat we dus echt willen bezoeken. We hebben hier uitzicht op de Etna, we kunnen dus zwemmen met uitzicht op de Etna, superleuk. En ik ben voor alle andere roomtours vergeten, sorry. Maar hier is de roomtour, we hebben echt een gekke kamer. Dus met ons 3 bedjes. Ja, een tweede gaan we toch niet gebruiken. Hier een random bad. En dan... Ik weet niet hoe de licht erin werkt. Oh ja, kijk. Heb je dus een douche en dus een ruime badkamer eigenlijk, hè? Dus dat is weer helemaal leuk. Vandaag gaan we de Etna beklimmen met een 4x4. En onze gids is een vulkanoloog, dus die gaat ons keihard uitleg kunnen geven. Ik ga kijken of ik kan filmen of niet, maar als dat zo is, dan volgen de beelden niet. Thank you.
Goedemorgen, het is net 8 uur denk ik. En wij zijn zo vlug wakker dat we vandaag gaan rivertunen. Dus we gaan eerst nu ontbijten en dan gaan we met de auto rijden naar de plaats waar dat kan. Ik weet niet, ik heb dat nooit gedaan. En normaal gezien hebben we zo'n onderwatercamera die we kunnen gebruiken om beelden te maken. Dus we zullen zien of dat lukt, of dat iets dertig zit of niet. Vandaag is onze laatste dag in Sicilië en we zijn nu in Taormina. Je ziet achter mij Taormina, een kerk. Taormina, ja. Een stadje dat we zeker moesten doen en vanmorgen hebben we gewoon gezwommen en even uitgerust. En dan dit is onze laatste activiteit en morgen vliegen we terug naar huis. Super, dankjewel om te kijken naar de vlogs van Sicilië. Wij gaan nu terug naar België. En tot de volgende!